Hallo allemaal. 28 februari, normaal zou dit de laatste dag van de maand zijn, maar dit jaar niet. We zitten in een schrikkeljaar, dus morgen doen we er nog eentje bij. Dus op de voorlaatste dag van de maand moeten we zeggen dat het weer in zijn vertrouwde plooi valt. De zon van gisteren, die zijn we weer kwijtgespeeld. Het wordt een grijze dag, met in de loop van de dag ook kans op een enkel spatje regen. Gelukkig nog geen verregende dag, dat is voor de volgende dagen, want er is al veel regen gevallen. Vandaag dus meestal droog, al kunnen we dat ene druppeltje toch niet uitsluiten. Het weerbeeld is echter weer veel minder geworden. Na de verademingsdag van gisteren met veel zon moeten we het vandaag weer zonder die zon stellen. Het is zwaar bewolkt tot betrokken en de temperaturen die liggen daarbij dan wel rond de 9 à 10 graden maximaal. Maar het voelt weer kouder aan door een goed doorstaande west- tot zuidwestelijke wind. Over land waait die matig, aan de kust kan die af en toe zelfs weer vrij krachtig worden. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt. Dat wil dan zeggen dat de temperatuur niet veel gaat zakken. We zitten met minima rond een 8, 9 graden. In de loop van de nacht kan er ook weer wat regen gaan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn, maar het zal zeker vanavond en vannacht niet droog blijven. De wind draait dan naar de zuidelijke richting en spant nog wat aan. Die wordt dan overal vrij krachtig. Morgen, dat wordt dan opnieuw regen die we mogen verwachten. In de loop van de dag trekken een paar storingen door. Het is niet dat het van 's morgens tot 's avonds gaat regenen, maar er zullen toch wel verspreid over de dag perioden met regen zijn. Met ook eventueel wel eens wat drogere momenten, maar telkens weer nieuwe regen of buien. Het is aan de zachte kant, 10 tot 11, 12 graden misschien. Maar er is ook morgen redelijk wat wind uit de zuidelijke richting dan, dus dat voelt allemaal wat minder aan. Vrijdag krijgen we nog meer neerslag, dat zou dan weer een echte regendag kunnen worden. Misschien dat er in de ochtend nog droge perioden zijn, maar in de middag gaat het onherroepelijk regenen. En dat kan weer om een 10 liter water per vierkante meter gaan, bij zachte temperaturen van 10 tot 12 graden. Die maxima houden we ook het weekend vast, maar dan is het ook wisselvallig. Zowel zaterdag als zondag zijn er momenten met regen of buien, we houden het zeker niet droog. Maar daarna, dat beloven we toch al een paar dagen, daarna lijkt het echt wel droger te worden. Vanaf maandag droogt alles op en dan zouden we met een hoge drukgebied later in de week een aantal droge dagen krijgen met geleidelijk oplopende temperaturen met redelijk wat zon. Dus volgende week zitten er een paar lentedagen aan te komen. Het is te zeggen, het is nog vrij ver. Ik zeg het al een paar dagen, hou nog een slag om de arm, maar het ziet er zeker niet slecht uit. Ik schuif er tenslotte de pluim bij en dan zie je die twee fasen die ons nog te wachten staan. Eerst nog die wisselvallige fase tot en met zondag. Zie je heel duidelijk op de onderste grafiek, de neerslagpluim, dat er wel elke dag weer regen verwacht wordt. Al of niet in grotere hoeveelheden. Vooral vrijdag, zaterdag lijken daar weer piekdagen in te worden. Al zou dat zaterdag meer om buien gaan. Met dan vanaf maandag die grote opdroging. Op de bovenste grafiek zie je duidelijk dat de temperaturen later volgende week stukken hoger zouden kunnen uitkomen. Dus het ziet er voorlopig nog altijd goed uit. Met die kanttekening, het is veraf, dus hou nog een slag om de arm. Zo, je bent alvast weer helemaal bijgepraat. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.